Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Deze week is het een speciale aflevering. We bekijken de functie coaching uit een ander perspectief. Coaches werken elke dag samen met spelers, maar wat zijn eigenlijk de verlangens van een speler? We zochten een speler die op verschillende niveaus heeft gespeeld en met verschillende coaches heeft gewerkt. En we kwamen uit bij een goede vriend van ons, Jonas Voorts. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie leuke reacties. En heb je nog vragen voor ons? Twijfel dan zeker niet om ons te contacteren. Enjoy the huddle. Yes, goedemorgen kijkers. Hallo. Welkom in een nieuwe aflevering van de huddle, aflevering 7. Super om te zien dat jullie er terug bij zijn. En zoals dat jullie van de week konden lezen op onze sociale media, hebben we ervoor geopteerd om eens vanuit een ander standpunt in discussie te gaan. Dus we wilden eens vanuit het standpunt van een speler gaan kijken hoe dat zij kijken naar het aspect coaching, wat dat zij verwachten. En ja, we hebben vandaag de eer en het genoegen om een speler uit de hoogste divisie welkom te heten bij deze, meneer Jonas Voorts. Goedemorgen. Ja, goed. Alles goed met u? Ja, zeker. Nee. Juist gewonnen tegen Aalst, dus allez, het is leuk om hier te kunnen zijn zondagochtend. Ja, zalig. Goed weer, terecht. Mooie opmerking. Nu, voor de kijkers die al een aantal maanden curieus waren en nieuwsgierig waren over wie dat hier eigenlijk is op die kalender. Dat is niemand minder dan onze gast, dat is Jonas Voorts, die het nodig vond om ons te sponsoren. Vanaf het begin van de huddle, waarvoor dank. Maar nee. Nu, even serieus, Jonas, je zit bij Kangaroos, hè, je tweede jaar. De competitie is nu al stilletjes aan op gang geschoten, laten we zeggen. Hoe ervaarde jij dat zelf met een nieuwe coach dit seizoen? Ja, het is precies in een heel nieuwe ploeg. Allee, het is in een heel nieuwe ploeg terechtkomen. Hè. Ik denk dat er 3 man is gebleven, waaronder mezelf, Domien en Max Gijsbrecht, de jonge gast. Heel nieuwe coachingstaf, alleen Tony, de oude rot, is erin gebleven. Dus ja, het is weer aanpassen en opnieuw bouwen. Hè. Maar wel heel veel nieuwigheden, dat me wel heel veel goesting heeft gegeven om deze zon aan te vangen. Met die B-Next League en de nieuwe schoen dat een beetje door Kangaroos gaat. Dus ja, wel heel enthousiast om te zien waar we gaan eindigen deze seizoen. Nee, terecht. En als je kijkt naar de eerste resultaten, niet slecht. Hè. Ik denk dat jullie mooi op koers zitten. Al een aantal mooie overwinningen staan er waar. Ook tegen Antwerp Giants. Dus hopelijk kan die lijn doorgetrokken worden. Nu Jonas, je bent ook coach. Hè. De mensen die het misschien niet weten, jij coacht ook samen met je papa. De eerste ploeg van Redvink in tweede landelijke, in de reeks van Mike, hè, van onze tweede ploeg bij Conti. Dus ja, je bent ook coach natuurlijk, hè, maar vandaag gaan we het proberen om vanuit de spelersmindset vooral die vraag te beantwoorden. En een eerste vraag, hè, zeker, je bent prof. Ik denk dat ook voor coaches op lagere niveaus wel leuk is om eens te weten. Wat verwacht jij eigenlijk van je coach? Wat vind jij belangrijk in de relatie tussen speler en coach? Ja, eerst, voordat ik erop antwoord, nog even duidelijk zeggen dat dat is heel persoonlijk. Hè? Dat hangt van speler tot speler af. Dus dat kan misschien zijn dat een ander speler iets totaal anders verwacht. Maar ik denk dat er wel enkele guidelines zijn of enkele basispunten waar je ook wel op moet kunnen terugvallen. Maar dat dan nog bij elke speler persoonlijk kan zijn. Maar wat ik vooral belangrijk vind in een coach, is dat hij zoveel mogelijk grijze zone weglaat. En wat bedoel ik daarmee? Het is ofwel wit of het is ofwel zwart. Maar al die dingen daartussen, die twijfelgevallen waarover je kunt discussiëren, dat het niet duidelijk is voor je ploeg, wat het voor jezelf en zo, dat vind ik, dat is iets lastig om mee om te gaan tijdens wedstrijden. Dan kun je nooit duidelijk iemand aanduiden dat jij moest nu dat daar doen of andersom en je kunt elkaar niet accountable houden. Dus dat is een eerste puntje dat ik heel belangrijk vind, is dat een coach zoveel mogelijk grijze zone weglaat en dat alles duidelijk is en clear voor iedereen, dat er zo weinig mogelijk mistakes zijn en dat je ook duidelijk kunt aanduiden van ja, kijk, daar en daar liep het eventueel mis. Dat is wel meer op het tactische gedeelte. Daarnaast, het mentale zal ik zeggen. Je moet gewoon het gevoel hebben dat de coach in je gelooft en met je bezig is en je in zijn manier van spelen ziet. En als je dat gevoel niet hebt, dat kan zijn dat de coach dat niet ziet, maar dan moet je eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover elkaar. En dan is het misschien ergens anders, beter voor je. Dus je moet gewoon het gevoel hebben dat de coach je ziet in zijn manier van spelen.
Daarnaast denk ik, wat ik ook belangrijk vind, is dat het heel duidelijk is, en dan kom ik weer wat terug op die grijze zone, van dat je weet wat dat je rol is. Dat dat duidelijk is afgesproken in het begin van het seizoen. Dat de coach dat nu zegt, van, ik verwacht dat je dat doet, maar dat je zelf ook een beetje inspraak hebt van, ja, deze zie ik mezelf doen. En dat je daar wat een gulden middenweg in vindt. Mm-hmm. Ik denk dat dat belangrijk is, dat je niet naast elkaar begint te lopen, maar dat je echt wel weet wat je aan elkaar hebt en aan elkaar verwacht. Dus dat zijn enkele zaken waar ik nu direct op kom, dat ik zeker, zeker toch wel belangrijk vind aan een coach. En is dat soms niet moeilijk? Allee, ik weet niet, heb je er ervaring mee dat een coach eigenlijk andere dingen van u verwacht dan dat je, hey, zonder namen te roemen, hè, want dat is nooit de bedoeling in zoiets. Maar is dat al gebeurd dat een coach eigenlijk zegt van, kijk Jonas, ik verwacht dit, of een medeploeggenoot, dat hij zegt van, hey, ik moet dat doen, maar dat is niet mijn ding? Ja, persoonlijk ben ik dat eigenlijk nog niet echt tegengekomen. Het enige is dat ik misschien soms tegenkom, en dat is dan misschien door mijn persoonlijkheid, dat ik van mezelf mee verwacht, is dat een coach te weinig verwacht van mij. Mm-hmm. Maar wat ik nog niet ben tegengekomen, is dat een coach te veel verwacht, dat uit mijn comfortzone ligt, dat hij iets anders verwacht dan dat mijn speelstijl of type is. Dat ben ik zeker nog niet tegengekomen. Dus ja, misschien moet ik me wel gelukkig prijzen dan. Misschien wat ik wel al ben tegengekomen is, ja, dat een coach misschien te weinig van mij verwacht, dat ik zou willen dat een coach misschien iets meer van mij verwacht. Mm-hmm. Maar over het algemeen ben ik altijd al wel in een goede situatie terechtgekomen. Ja. Allee, Mike, ik dacht dat je... Ah ja, ik wou het zeggen. Ik wou gewoon zeggen van, bijvoorbeeld, je praat nu eigenlijk over... over die rolverdeling. Hè? En toevallig dat jij er nu ook over begint, maar uw coach is hier enkele weken geleden in geweest, Christophe Michiels, en heeft daar eigenlijk ook een heel stuk over gepraat, over het recruitment en het type spelers en eigenlijk wie dat hij binnen wilt. Je hebt ook op alle niveaus een beetje gespeeld, hè, Jonas. Je hebt ook bij Redvic zelf nog gespeeld, in landelijke. Je bent bij Oxaco geweest. Merk je daar een verschil in, dat eigenlijk... op lager niveau minder wordt gedaan, eigenlijk rollen toe-eisen? Of is dat iets van coach afhangt? Of? Ja, eigenlijk op lager niveau denk je dat het eerder als speler rollen op-eisen is, dan dat je die rol toegewezen krijgt, dat je die bespreekt met je coach en dergelijke. Wat dan misschien ook niet abnormaal is, aangezien dat er minder tijd en dergelijke is. Maar daar is het meer van, ja, als je in die ploeg komt en je eist direct bepaalde dingen op en de coach denkt van, ja, oké, die doet dat wel goed, dan is dat uw rol. En als je die dingen doet en die lukken wat minder, dan denk je dat er nogal snel wordt gezegd, oké, nee, dat is uw rol niet. Dus dat je als speler daar op dat vlak er direct moet staan, en daar hangt soms je seizoen een beetje van af, denk ik. Terwijl op hoger niveau is er altijd, en daar was bijvoorbeeld Serge Krefkeur heel goed in, bij Brussel, die kon echt heel duidelijk zeggen van, wat is de rol in de ploeg? Van jongste speler tot oudste speler. En hoe kun je ons helpen beter worden? Maar bij de lagere niveaus is dat inderdaad niet zo... heb ik dat nooit meegemaakt. Dat echt, maar is dat nu niet misschien zoiets interessant, omdat het misschien wel interessanter is voor een coach om het wel te doen? Ook al is dat misschien niet makkelijker. Maar hey, als we terugluisteren naar het begin van uw dingen, was die grijze zone... En dan krijg je ook wel op dat vlak een beetje een grijze zone van het toe-eigenen van zelf. Van oké, weet je, ik kan dat goed, maar misschien past dat ook niet in de coach zijn stijl helemaal. Snap je? Ik denk dat misschien coaches op lager niveau, dat die dat wel moeten gaan doen. Dat die misschien meer moeten gaan zeggen, kijk, ik verwacht dit en dit. En dan is het allemaal veel duidelijker voor mensen. Ook geen minder teleurstellingen, denk ik, op het einde van tijdens het seizoen. Ja, ik ben daar zeker, zeker akkoord mee. Ik denk dat dat zeker zou helpen. Maar als ik dan de andere kant bekijk, een beetje de advocaat van de duivel in dit verhaal, mm-hmm. is dat ja, voor veel coaches op lagere niveaus komt dat allemaal erbij, bovenop hun job voor die spelers ook. Hè. Mm-hmm. Waar ga je die tijd vinden om met elkaar op regelmatige basis te spreken? Sommigen komen juist 5 minuten voor de training binnen en zijn juist op tijd om alles af te handelen. Ja, dan heb je niet de tijd dat iemand 3 kwartier voor een training al aan het shotten is, dat we al bezig zijn, mm-hmm. dat je iets met hem kunt gaan babbelen, elke training is langs hem gaan en zo. Dus dat is er minder. De bonding dat je daar meestal hebt, is dat je gewonnen bent na de match in de kantine. En dan gaan we nu niet bepaald over de rollen spreken. Dus ik snap dat dat wel moeilijker is, maar ik ben zeker akkoord dat dat wel zou helpen in sommige gevallen. Mm-hmm. Ja. Nee, sowieso. Ja, wat dat die rollen betreft... Bij jeugd, ik ben er wel een voorstander van. En ik doe, Mike, je weet, bij de U14 zit ik samen met Christophe. Mm-hmm. Heel leuk om mee samen te werken trouwens, met coach Christophe.
En dat is ook wel zoiets. Hè. We hebben daar in de eerste weken kijken we echt wel naar ja, wat zijn de sterke punten van de spelers, wat zijn hun ontwikkelingspunten. En van daaruit gaan we ook een gesprek met alle spelers, zeker degene die wat gemerkt had dat wel nodig is, om een bepaalde rol. Dat is niet zozeer tactisch, hè. Maar dat is zozeer van, kijk, iemand die volgens ons intrinsiek zo communicatief is, die dan die leiderschapsfiguur heeft, die de ploeg op sleeptouw neemt. We hebben anderen die heel sterk zijn defensief in verbals gebruiken op die leeftijd. Ja, dat je die jongens ook sterker maakt op hun sterke punten, dat je dat ook accentueert. En niet alleen maar bezig zijn met, ja, je moet werken op je zwakke punten of je minder sterke punten. Ik vind dat we nog iets meer ook die doelstellingen en die sterke punten moeten gaan highlighten bij jeugdspelers. Dat is bijvoorbeeld iets, als ik daarop mag inpikken, dat is iets dat we met Brussel 1 jaar hebben gedaan. En dat is elke speler, ja, je hebt een standaard fysieke testen en zo. Maar we hebben ook mentale of psychologische testen gedaan. En die MBTI-test, om je persoonlijkheid een beetje te bepalen. En in functie daarvan, wat was wel interessant, ook voor de coach en zo, kon die zien van welke spelers zijn zowat de introverte, de extraverte, wie moet ik zowat bij elkaar zitten, zodat die een goed gevoel hebben. Hè? Je hebt sommigen die dat in een goede sfeer moeten kunnen meedraaien om goed te spelen. Want anders als die in een negatieve sfeer of met te veel negativiteit omgaan, dan gaan die direct hun level naar beneden halen. Terwijl andere spelers zijn er bijvoorbeeld minder vatbaar voor. En dat maakt niet uit. Alles komt uit hun eigen. En, dus dat was ook wel goed om te weten. En wie zijn mijn leiders en op wat soort manier leiden die? Om zo wat de ploeg in te delen en die spelers te leren kennen. Maar dan spreek ik natuurlijk op professioneel niveau. En dat heel lastig is om te doen op lager niveau. Maar dat is wel heel interessant dat je zo iedereen... Je kunt inschatten vooral, dat je weet hoe je als coach dat je een beetje ermee moet omgaan en ook iedereen een plaats kunt toe-eigenen. Ja, dat is super belangrijk om er wel dat psychologische wel een beetje mee bezig te zijn. Om niet elke je kunt niet elke speler over dezelfde kam scheren. En zoals jij zegt, hè, ja, dan moeten we wel een proberen te differentiëren om het maximaal uit de ploeg te gaan halen. Hè. En zelfs op lager niveau. Dan moet je daar een klein beetje gaan proberen. Wat daar bijvoorbeeld interessant is, ik heb ooit eens 5 jaar geleden een kliniek gedaan in Londen met Spencer Woods, dat is een mental coach die Mental Toughness DVD's en zo heeft uitgebracht, vooral basketbalgericht. Mm-hmm. En die zei, je kon als speler voor je eigen, om zo legde die uit, hoe dat je je hype level voor een match moet inschatten. Sommige mensen moeten 9 op 10 super hyped zijn om een goede wedstrijd te spelen, terwijl anderen, ja, die moeten juist wat kalmer zijn om een goede wedstrijd te kunnen spelen. Hè? Maar dat kun je dus ook, als je dat weet van elke speler, kun je dat ook in de kleedkamer doen. Dus bijvoorbeeld degene dat we hype level 4-5 nodig hebben, die kunnen we samenzetten in de kleedkamer. Degene dat hype level 8-9 moeten hebben, die kunnen samenzetten in de kleedkamer. Je moet ook anders tegen spreken. Je moet bijvoorbeeld tegen zeggen, hey, weet je wat een tegenstander over u zegt, hè? Dat je dat en dat niet kunt. Terwijl die ander, die moet je wat geruststellen. Hey, vandaag gewoon je ding doen, dit en dat. En dan... Dat je zo echt leert differentiëren en ik denk dat dat wel mogelijk is op een lager niveau. Ja. Mm-hmm. Ja, sowieso. Wat is uw hype level? Ik denk dat zo rond de 6-7 zit. Maar als ik aan 8 zit, is het moeilijk om... is het soms moeilijk, heb ik al gemerkt. Maar ik denk 6-7 is voor mij gezond. En wanneer zit het aan 8? Als ik iets te veel cafeïnepillen als ik die voor de wedstrijd heb gepakt, dan ben ik juist iets te hyped. Ja, je moet dat voor jezelf zo, ja, dat is, je kunt, ja, je voelt dat, hoe dat je met bepaalde dingen opgaat en ook op de dingen dat ik focus en zo. Dus als ik te hype ben, dan zie je ook wel, dan heb ik meestal ook snel twee fouten in een wedstrijd en is mijn wedstrijd gedaan, dus dat is dan ook weer niet goed. Maar dat je zojuist de gezonde energie en agressiviteit hebt, maar toch gecontroleerd blijft spelen en niet te gestresseerd zijn of offensief en zo. Dus alleen zo 6-7, dat is voor mij een goede hype level. Ja. Ja, goed. En jij, Mike? Sowieso 10, jij. 12. Eigenlijk is dat niet goed, maar de Mike begint altijd op 12. Dat is het probleem. Eigenlijk zou hij beter op 2 zitten, denk ik. Nee, maar als je gaat kijken naar de voorbije jaren, is dat wel geminderd, eigenlijk. Ik ben daar echt... bijvoorbeeld, een van de zaken is voor mij... Ik heb een heel goede periode in Nijlen gehad. We hebben elk jaar beter gedaan, we zijn dan ook naar landelijk gestegen. Spijtig genoeg is dat vooral ook op een abrupte manier moeten stoppen, maar oké, dat is zo. Ik heb er nog heel veel vrienden en collega's aan overgehouden. Maar ik merkte aan mijn eigen dat ik vanaf het eerste moment veel te hyped was.
En zoals ik nu probeer ik ook echt waar te beginnen op mijn stoel te zitten. En bijvoorbeeld, een van de zaken waar ik je dat ook heb gezien, en dat is over de hype level, Obradovic, Zeljko Obradovic, is ook zo iemand. En ik kijk veel in de Euroleague en ik keek naar hem. En eigenlijk begint die man altijd op de bank. Dat duurt niet lang soms. Dat duurt soms 10 seconden. Maar ik denk wel dat hij die rust even vindt om 10 seconden op de bank te beginnen. En dat heb ik nu ook overgenomen voor mezelf. Van oké, Mike, je begint op je bank, je zit en even tot rust komen. Want anders loop ik ook, ik hoe zot dat ook is, maar ik ben nog altijd nerveus. Ik heb altijd zenuwen. En gezonde zenuwen. Ik hoor ook zoveel een zanger die dat nog heeft als hij op het podium moet komen of dat. Ik heb dat ook nog altijd wel zo, de zenuwen van te gaan coachen. Heb jij dat nog, als je gaat spelen of zo, zenuwen? Gezonde zenuwen of een leuk gevoel, moet je dat zeggen? Ja, die kriebel in je buik, zo'n beetje. Ik zou zo zeggen, ja, tuurlijk is die er nog altijd. Zeker als je erop komt, ja, eerst en vooral, je wilt nooit afdoen en je wilt het ook wel goed doen. En dan, dat is ook juist dat je erop komt, dus je wilt wel zien hoe zit in die wedstrijd. Mm-hmm. En dan, ja, zeker nu dat er zo terug publiek is tegenover vorig jaar, dat is wel iets van, oké, je wilt wel met je ploeg de mensen iets laten zien. En laten zien van, kijk, wij, Kangaroos, wij zijn hier, wij staan hier wel. En daar wil je deel van uitmaken. Dat is zo'n beetje die gezonde prestatiedrang dat je hebt. En dat voel je wel, maar dat is leuk. Het is ook daarvoor dat je het doet. Ik denk als ik binnen, ik hoop zo lang mogelijk, maar als ik ooit moet stoppen, is dat eerste dat je gaat missen, denk ik. Is die adrenaline, die nervositeit. Die... Ja, dat is zo, hè. Dat is... Hoe ervaar dat nu? Je hebt een coronajaar gehad waar je eigenlijk geen supporters hebt. Nu komen er toch al wat meer supporters zien. Het is toch een verschil. Merk je dat hard? Of hoe voel je dat? Ik bedoel, gewoon... Ja, ook... Dat is toch ineens zo een heel ander gegeven, dat er ineens volk in zit. Hè? En... Ja, het is nog geen 2000 man. Of de vroegere tijden dat we met Brussel in de play-off zaten en het asfaltje, dat er 32 graden was en dat iedereen tot op de nok gevuld was. Wat ook niet abnormaal is in het begin van het seizoen. Maar toch, ja, die eerste mensen dat er beginnen zitten en zo, dat is toch wel een serieus verschil. Zeker als ik dan vergelijk met x aantal maanden geleden, dat we daar op het einde van vorig seizoen zaten, waarbij dat ook niet alles lekker loopt, maar dat je om de dag een wedstrijd hebt. Ene keer in Charleroi, dan weer thuis, dan iets naar Oostende en dan weer thuis. Ja, en er is geen volk in die zaal. Er is eigenlijk bijna niks om voor te spelen. Ja, dan dat is moeilijk om je op te laden. En dat wordt heel moeilijk ook elke keer terug. Oh, weer met die opwarming starten, dat je altijd doet. Meestal zijn er een uur en een half op voor. En weer een half uur shots pakken voordat je eraan begint. En dat wordt zo afgezaagd. En dat is zo elke keer hetzelfde. Terwijl nu, je leeft toen naar elke wedstrijd. Hè. Dat volk is er zo. Dus je wilt echt iets laten zien. Dat zijn een beetje entertainers ook op dat niveau. Want ja, je wilt die jonge gasten dat komen zien, andere mensen, je wilt het daarna kunnen nababbelen, je wilt dat kunnen... Dus dat is een heel ander gegeven. En nu, alleen na vorig jaar en dan nu, merkte dat eigenlijk echt hoe hard dat je het ook doet. Niet alleen voor het liefde voor het spelletje, maar ook gewoon voor dat volk dat er zit. Omdat je, bij mij is dat ook zo'n beetje dat entertainend gevoel in je hebt, van je wilt die mensen iets geven. En hoe probeert de coach Vervaak dat toch jullie elke keer daarvoor op te pippen? Want... He, dus voor, dat is wel een heel belangrijke. Je moest wel spelen en je moest wel in de correcte hype geraken. Dus hoe deed je dat? Hoe probeerde je het toch op dat niveau te krijgen? Ja, ik denk dat vorig jaar zeker tegen het einde een heel moeilijke situatie was. Hè. Zeker na die bekerwedstrijd, de finale dat we verliezen. Daarna zien we ons wel een beetje in elkaar zakken met dan nog enkele corona-gevallen en weet ik veel wat. Dus dat is voor de coach zelf ook heel moeilijk. Omdat ten eerste en vooral zijn eigen moet zien opgehyped krijgen. Maar hij deed het altijd met volle overgave en hij probeerde het altijd. En dat heeft natuurlijk niet hetzelfde effect dan als er wel volk in de zaal zou zitten. Maar ja, hij probeert er het maximum uit te halen. En dat zag je bij die andere ploegen ook. Dat was overal een niveau lager. Dus hij probeerde dat echt wel. En in zijn pregame talks en toch iedereen scherp te houden op training en zo. Maar dat voelt ook wel aan de jongens en aan zichzelf en zo. Zeker als je om de dag wedstrijd hebt, dat echt moeilijk wordt om elke keer datzelfde niveau te blijven aanhouden. Ja. Niet simpel. Ja, dat is ook zo. Ja. En bijvoorbeeld, wat ik ook zeg, mijn broer zei ook dat voor hem veel makkelijker fluiten was.
Het is veel makkelijker fluiten. Waarom? Je hebt geen spelers of coaches die het publiek kunnen beïnvloeden als je als scheidsrechter zegt, kom op, yes, nu niet. Vroeger, ja, stak je hand in de lucht en zei, kom op, hé, dat is fout. En veel mensen die komen kijken, komen ook maar entertainment kijken, die roepen direct, hé, boe. En deze is veel makkelijker fluiten voor hen wel. Dus ja, dat was de keerzijde van de medaille voor scheidsrechter, dat het wel iets makkelijker was, het fluiten. En de communicatie liep veel makkelijker, denk ik. Ja, dat hebben we vorig jaar soms om te lachen ook al gezegd. Over ja, nieuwe scheidsrechter dat er dan juist in zijn. Zo van, oei, oei, oei. Als ze nu de druk al voelt, wat gaat dat volgend jaar zijn als er terug volk is? Hè? Ah, ja. En, dat is een heel ander gegeven. Hè. Je merkt er ook aan sommige ja, beslissingen van scheidsrechters. Dat is ook gewoon heel anders. Hè. Ineens er terug 500 man aan de andere kant staan te roepen. En je bent ja. Menselijk. Hè. Je wilt, allez, als je iemand zegt dat zo goed mogelijk wilt doen voor iedereen, en dan is dat lastig. Hè. Ja, dan moet je daar terug mee leren omgaan. En zeker voor nieuwe scheidsrechters, als die dat vorig jaar niet hebben gehad en die komen er nu ineens in, dan is dat wel even terug aanpassen. Hè. Nee, sowieso. Jonas, je zei er straks, hè, het was eigenlijk een vraag van Mike, hè, je hebt alle categorieën, ook bij de jeugd en seniors, wat doorgelopen op verschillende niveaus. En je hebt ook de kans gehad, iets wat in onze tijd niet bestond, Mike, is die dubbele licentie spelen. Hè, dus heel vaak in twee verschillende clubs dan, twee verschillende coaches. Hoe heb je dat eigenlijk ervaren als coach? Want ik weet dat eigenlijk niet, nog nooit bij stilstaan. Die coaches van die twee clubs waar je dan in speelt, zijn er bepaalde afspraken? Communiceren die veel? Zijn er evaluatiemomenten? Hoe ga jij daarmee om? Of zijn er tips dat je hebt voor coaches? Ja, wel, ik kon er meestal goed mee omgaan. Ik heb ook wel lastige momenten gekend. Maar in het begin van zo'n dubbele licentie werd er altijd een soort van contract opgesteld. Bij alle verschillende mogelijke situaties dat kan voorvallen. Hè. Bekermatch bij de ene ploeg, competitiematch bij de andere ploeg. Mm-hmm. Oefenwedstrijd daar, bekerwedstrijd daar. En wie wanneer voorrang heeft, zodat alles duidelijk is. Ik weet niet of dat de standaardgang van zaken is. Of gewoon, ja, dat Serge was die dat thema, dat hij alles toch wel graag goede afspraken maakt voor je vrienden. Mm-hmm. Maar zelfs daar gaat een merk in een seizoen, in de toch zo wat grijze zone. En gaat de ene toch wat meer aan je arm proberen te trekken daar, en de andere wat meer daar. En dan spelen zitten daartussen. En dan krijg je soms van die vragen van, ja, wat wil je nu eigenlijk het liefst? Hè? Wil je liefst bij ons spelen of wil je liefst daar? Terwijl dat is een vraag waar je niet op kunt antwoorden. Dat is kiezen tussen je mama en je papa bij een echtscheiding, bij wijze van spreken. Met de ene wedstrijd speelde veel minuten, maar de andere wedstrijd is wel eerste klas. En dan gaan ze juist beginnen proeven. En wie weet, het is juist tegen Luik, bij wijze van spreken. Misschien krijg je een kans. En dan, dus je zit er altijd tussen. En dat is eigenlijk niet leuk. En dat is iets dat vermeden zou moeten kunnen worden. Dat zou meer een samenwerking moeten zijn van die coaches met elkaar. En dat tegen elkaar werken is. Ik zeg niet dat die altijd dat die tien keer naar bras hadden. Het is ook niet dat ze altijd top samenwerken. Dat was niet altijd gemakkelijk voor mij. Zeker als je dan met die playoff-matchen kwam op het einde en dat er dan mee getraind en dan een wedstrijd en dan tijdens een training en hoe moet ik daarmee omgaan. En ik wil dan ook geen trainingen skippen bij Brussel. Dus ik heb dan soms twee trainingen en dan game 2 van de finals bij Oxaco bij wijze van spreken. Dus dat was allemaal wel moeilijk te combineren. En als ik nu kijk naar Joppe en Jo, die daar bij Kangaroo zitten en ook bij Guco spelen. Hoedje af voor de samenwerking Guco en Kangaroos, want dat wordt echt wel goed opgevolgd, er wordt goed gecommuniceerd. Is er een training te veel, dan kun je iedereen eens skippen. En die werken op dat vlak heel goed samen, dat is een heel duidelijke afspraak. Dus die zitten eigenlijk echt wel in een goede situatie. Maar voor mij op dat moment waren daar, die werkten niet echt samen, dat was gewoon een dubbele licentie. En dat was wel lastig voor momenten. En puur tactisch is dat, want alleen. Jij bent iemand die tactisch best wel heel sterk is. Ik heb dat al ervaren door onze gesprekken. Maar ik denk dat dat niet voor elke speler even evident is. Want elke coach heeft zijn eigen visie een beetje. En je komt dan in twee ploegen. Met wat geluk hebben die dezelfde visie. Maar met wat pech is dat totaal anders. En is het toch niet makkelijk om bijvoorbeeld, zoals gezegd, 's morgens te gaan trainen en die job te doen. En 's avonds die job te gaan doen. Nee, inderdaad. Dat is niet gemakkelijk. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel spelers wel wat voor problemen kan zorgen. Maar persoonlijk denk ik dat dat niet slecht is. En ik zei dat voor mezelf ook als een challenge. Als je je eigen zo rap kunt aanpassen aan verschillende rollen en verschillende tactieken. Ja, later als je dan in één ploeg gaat spelen en ze vragen, ja, die offense doen we dat, die offense doen we dat, in defense op die speler doen we dat. En je bent met alles mee en je hebt die basis allemaal gezien in de verschillende soorten en manieren en je hebt er allemaal zo wat doorlopen. En plus, je moet ook 50, 60 offenses van buiten kennen, want bij twee ploegen, dat wordt wel een duur. Ja, dan denk ik wel dat je voldoende bagage hebt om dat eerste klasseniveau op een degelijke manier aan te vatten.
is een beetje gelijk ASO volgen in de universiteit doen, of je volgt TSO, ja, BSO is misschien juist te laag om UNIF te gaan doen. En dan proberen UNIF te gaan doen, ja, dan merk je toch wel dat je wat bagage mist, dat het misschien moeilijk is. En nu heb ik echt wel overload gehad, en was soms veel, maar ik zag dat als een challenge, want basket, ja, dat is mijn leven, ik vind dat superleuk, dus je probeert dat zo goed mogelijk te doen, en ik vind dat dan ook wel interessant. En dan, ja, dan denk ik wel dat ik er nu de vruchten van pluk in mijn eerste klasleven alleen over. Ik vind deze een interessant onderwerpje om verder te gaan. We hebben het nu over het tactische. Hè. Je zegt een overload van heel veel informatie. Hey, we hebben al gezegd dat je ook op verschillende niveaus hebt gespeeld. Je coacht ook op een ander niveau. Ja, heel toevallig hebben we er gisteren ook nog eens over gepraat. Heel kort. Coaches, moeten die niet min op ons niveau, lager niveau, verwachten wij soms te veel van de spelers? Ik denk het wel. En ik heb dat zelf soms ook tijdens mensen. Ik denk van, allee, wat doe je nu daar of hier? Maar anderzijds denk ik ook van, ja, die hebben misschien in mijn leven, terwijl ik veel jonger ben als velen, hebben die veel minder basket gespeeld dan ik nu al heb gedaan. En die hebben meestal 2, maximum 3 keer getraind in de week. En ik zit momenteel aan een gemiddelde van 2 per dag bijna. Dus dat mocht je gewoon niet vergelijken en dat mocht je niet verwachten. Dus ik denk op die lagere niveaus moet je het gewoon, als je kunt, ja, zo simpel en zo duidelijk mogelijk houden. Maar wel met een bepaalde vrijheid. Allee, dat is mijn idee, vrijheid en creativiteit in hun mogelijkheden dat je kunt hebben. Maar met simpele rules, met een paar afspraken, dat je weet dat jij mocht dat en dat doen, want dat kun jij goed. Maar niet meer dan dat. En jij dat en dat, want dat kun jij. En dat ze zo proberen hun weg te zoeken. En dat ze vooral ook fun hebben, want zeker op die niveaus, ja, die zijn er ook voor de fun. Het is niet meer gelijk dat ze, zoals vroeger bedragen kregen, dat je kon zeggen, ja, het is ook nog wel mooi meegepakt. Het is nu echt, ja, die willen fun hebben, die willen winnen. En daar probeer je mee voor te zorgen, op die manier. Denk je dat op ons niveau soms de ploegsfeer een ploeg beter kan maken? Ja, 100% zeker. Ik denk dat dat zelfs, 50% is van heel het seizoen. Zeker. De meesten die werken van 's morgens tot 's avonds en die pakken dan hun zakken en die gaan daarna direct naar een training en zo. En die doen er al voor, die basket misschien nog van hun 5, 6 jaar, die doen er al voor ik weet niet hoe lang dat die dat nog altijd doen, eigenlijk chapeau. Want daar kruipt wel wat tijd en energie in. Mm-hmm. Dus ja, je moet dat gewoon zo leuk mogelijk voor hen proberen maken. En dan is het een challenge zoeken van, ja, tot hoever hou ik het serieus en probeer ik hier de pace op te leggen en de focus. En laat ik het soms ook wel op training een beetje niet uit de hand lopen. Maar als het dan wat minder focus is, of dat serieus weggelachen en gedaan wordt, ja, oké, tuurlijk, dat moet kunnen, dat is ontspanning voor die gasten. Dus, alleen dat is leuk, al die verschillende niveaus en die mixen, dat is wel boeiend. Sowieso. En ja, je hebt misschien al een beetje begonnen met de volgende vraag dat ik in gedachten had, hè, Jonas. Het creëren van een team spirit, hè, dat je zegt, hè, een echte groep. Maar als je nu de vraag krijgt van, kijk Jonas, kijkende naar een coach, vanuit uw standpunt als speler, hè, welke 3 of welke 5 eigenschappen vind jij belangrijk dat een coach moet hebben? Eerst en vooral vind ik dat een coach iedereen over dezelfde kam moet trekken. Iedereen is gelijk. Je hebt betere spelers, je hebt slechtere spelers. Maar als die een top-Amerikaan bij wijze van spreken een fout maakt, dan moet je er even hard op afgerekend worden als die... die jonge gast dat er zit, of die gewone Belg, iedereen is hetzelfde. En dan denk ik ook dat dat je ploegsfeer te goede gaat komen, dat er geen verschillen gaan zijn. En dat iedereen ook weet waaraan en waaraf. Dus dat is een van de eerste dingen, dat iedereen hetzelfde behandeld wordt. En heads up to Christophe, zeker in het eerste jaar als coach, is dat niet gemakkelijk. Maar die doet dat wel. En ik heb het er zelf even moeilijk mee gehad in het begin, want ik moet Christophe ook nog wel leren kennen natuurlijk en zo, hoe hij coacht. Maar die behandelt iedereen wel echt hetzelfde, van de jongste speler tot de oudste speler. Dus dat vind ik echt wel chapeau en dat apprecieer ik ook wel. Dus dat is zeker het eerste puntje. Het tweede puntje, dat heb ik er juist al eens gezegd, is ja, zoveel mogelijk die grijze zone wissen. Hoe duidelijker dat het is voor de spelers, hoe beter dat spelers gaan kunnen communiceren, dat ze weten wat ze moeten zeggen. Spelers gaan uiteindelijk hun eigen beginnen coachen, denk ik, want dan kunnen ze zeggen, hey, ploegmaat, op die moment dat jij daar moet staan, of dat jij daar moet staan, omdat je duidelijke rules en afspraken hebt. En dan moeten we niet altijd discussiëren over grijze zones, of van, ah ja, nu hier had het beter geweest staan, in de volgende match had het dan weer beter geweest om daar te gaan staan. Dus al die grijze zones weg. Dus dat vind ik een tweede zeer belangrijk puntje.
En een derde is, en dat is voor mij belangrijk, maar ik weet niet dat elke coach dat heeft, is dat je toch wel iets of wat band, en dat moet geen vriendschapsband of zo zijn, maar met een coach kun je creëren dat je het gevoel hebt van ik kan er tegen babbelen, en die respecteert mijn mening, en die luistert ernaar, die doet er niet per se iets mee, maar die kan ook tegen mij babbelen, dat je zo aan een wisselwerking hebt. En dat je niet een heel seizoen met frustraties en opgeklopte dingen rondloopt, want dat is zeker op het niveau dat ik nu uiteindelijk speel, als je 24 of 24 weekend met elkaar bezig bent, dat is niet gezond en dan wordt het moeilijk. Dus ik denk dat dat drie van de hoofdpuntjes zijn, dat ik toch wel belangrijk vind in een coach, naast dan nog alle tactische en hoe slim dat men zo daar is. Maar dat zijn toch wel echt drie belangrijke punten. Mm-hmm. Goed. Als je... Ja, zeg maar. Nee, dat is gewoon een ding... We hebben het over die grijze zones. Ik vind dat echt eigenlijk een heel interessante. En dan moet ik automatisch zo denken, gezegd van... dat je niet beter in die situatie wat daar voor moet doen. En dan kom ik altijd zo terug op het kleurendefense verhaal. Wat zo'n hele moeilijke is. Ik zou eigenlijk eens de mening willen weten als u als speler, op eender welk niveau, wat vind jij ervan om verschillende kleuren defenses in één wedstrijd te brengen? Of alleen, ik zal zeggen op verschillende spelers. Op die doen we dat, op die doen we dat. Ik ben er bijvoorbeeld, iedereen weet daar geen voorstander van, omdat dat heel moeilijk is voor spelers. Ja, ik denk dat dat op ons niveau zeker moet kunnen. Omdat wij er zoveel mee bezig zijn en ik denk dat er wel verwacht mag worden van ons. Ja. Maar die kleuren defense of die verschillende defense, die moeten allemaal wel iets of wat dezelfde posities hebben op de weak side of dezelfde rotaties. En dan kun je nog zeggen, oké, als we bijvoorbeeld ondergaan of we doen een switch, dan kun je eigenlijk sneller vertrekken van die help side positie. Of als we een hedge doen, of weet ik wat, wil ik dat je iets langer blijft staan, dat je nog, maar dat de rotaties wel altijd hetzelfde zijn. Mm-hmm. Dat je daar waar leert op inspelen. Maar je kunt bijvoorbeeld niet de ene keer zeggen dat we gaan bumpen van de weak side en de andere keer bumpen altijd van de two side bijvoorbeeld. En dan de die kleur. Ja, dan wordt het messy. Of dat je kleur defense hebt of ballscreen defense, dat je nog kunt afspreken tussen jou. We kunnen niet een trap defense doen, we kunnen niet een hedge defense doen. Oké, dat is nog bekend hetzelfde. Als je kunt ondergaan, dan moeten we nou niet helpen. Maar plak er dan nu niet ineens een pushing to the weak hand defense of zo tussen, want dat is dan weer helemaal iets anders. Mm-hmm. Dus dat het iets of wat wel in dezelfde lijn is, en dan bedoel ik niet per se op het ballscreen, maar in de rotaties er rond. Omdat je daar echt wel, dat is iets dat ik ervaren heb bij Brussel. Ik heb er ook 6 jaar gezeten, maar daar hadden we wel een ploeg, werd ook keihard op getraind, maar die dan je rotaties van buiten kent en die dan elkaar ook aanvoelde. Van, ah ja, als die gaat hedgen, dan weet ik, dan kan ik hier iets sneller vertrekken, want hier die covert beter. Of als die hedgt, ja, die blijft meestal wel langer hangen. Hier moet ik wel langer blijven staan, die helpside, want die is meestal wel later terug. En dat je zo die dingen van elkaar begint te voelen en daar ook tot op de perfectie dient. Ja, als dat echt klopt, dan zijn ze een heel goed verdedigende team. Maar ja, dat gaat moeilijk op één seizoen, denk ik. Dat heeft een seizoen of 2-3 geduurd. Maar dat is wel iets dat er stond en dat was zo clear voor mij en voor alle spelers. Er was geen grijze zone. In de video kon je perfect naar elke wedstrijd zeggen, ah, hier, daar, je positie was daar niet goed. Of aan daar, je positie was daar niet goed. Je hebt nu dan moeten vertrekken. En dat was heel duidelijk. En je kon elkaar ook accountable houden tijdens een training. Dus daar ben ik wel echt voorstander van. Maar je moet ook wel kunnen aanpassen op het type spelers dat je hebt. Maar dan moet de screen defense in lijn blijven met een beetje je rotaties en je posities. Je kunt niet ineens push middle doen als je altijd push base aan doet, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dan denk ik dat het niet loopt. Ja. Maar dat is mijn idee erover. Nee, klopt. Duidelijk. Nee, sowieso. Jonas, er schiet mij eigenlijk... Waarom lacht je? 2 minuten geleden schiet er mij een vraag binnen. Een paar weken geleden hebben we coach Christophe Michiels hier gehad. En op een bepaald moment ging het over... Mike Houk nog weet waarover dat gaat. Over inspraak van spelers. Luisteren naar je spelers op training, tactisch. En ik weet nog dat coach Christophe op een bepaald moment zei... Ja, ik vind dat belangrijk dat je daarvoor open staat, maar als ik naar een Jonas zou luisteren, dan zou ik alles moeten aanpassen. Dus mijn vraag is, Jonas, hoe belangrijk vind jij als speler om inspraak te hebben? Superbelangrijk. En als ik iets zeg, moet dat direct aangepast worden. Nee, ik denk dat Christophe ook wel overdreef. En ik hou... meer dan de helft hou ik nog voor mezelf voor het moment. Nee, Christophe overdreef daar inderdaad wel wat in, om te lachen. Maar ik heb soms wel graag een idee, ik durf dat eens zeggen. Maar ik vind dat is een beetje dat wederzijds respect en je band dat je moet ophouden. Van, ik kan
met ideeën komen, of ik vind dat ik met ideeën moet kunnen komen, en die moeten, ik respecteer dat, of ik apprecieer dat, die moeten er ook niet gebruikt worden. En er kan eens over gebabbeld en gediscussieerd worden. Of als ik met vragen zit, of als ik denk, dat dat niet beter zo? Christophe staat er ook voor open. En dan passen we misschien iets klein aan, omdat dat beter voelt voor de spelers of zo. Maar je moet natuurlijk ook zien als speler, dat je er niet elke dag aan die deur staat, om eigenlijk heel zijn filosofie aan te passen en iets helemaal anders te willen spelen. Want ja, dan klik het gewoon niet met de coach en dan zijn we niet op dezelfde lijn. Dus dat moet wel... maar dat ik bijvoorbeeld denk aan een optie dat zou kunnen helpen of weet ik veel wat, ja, dan vind ik wel dat je dat perfect moet kunnen zeggen. Maar dan moet je als speler ook kunnen accepteren dat het wel of niet gebruikt wordt. Dus ik vind dat belangrijk. Ik vind ook niet dat iedereen dat mag doen. Ik bedoel, sommige spelers die moeten nu eigenlijk beter eerst focussen, heb ik zoiets van, met hetgeen dat ze moeten doen en totdat ze dat goed doen en dat ze dan pas met andere dingen kunnen bezig zijn. Maar spelers voelen zich sowieso ook wel een beetje belangrijker en geapprecieerd als er naar hen geluisterd wordt en af en toe misschien iets mee gedaan wordt. Ja. Nee, sowieso. Maar ik denk dat bij jou ook zo is. Je zit al in die coaching ook en je coacht zelf al. Dus ik denk dat er ook wel mee te maken hebt dat je een bepaald idee hebt en dat daarvan komt. Ik denk dat ook heel veel spelers daar ook geen nood aan hebben. Ja. Ik denk vooral over niet-profs. Bij profs, nou, er zullen ook wel profs hebben die daar geen nood aan hebben. Hè. Matt, kwam even naar boven. Wat willen we nog weten? Er zijn nog wel honderden dingen die we kunnen weten. Nee, Jonas. Hoe hebben we nu juist gehad over die inspraak? Hoe ervaar je, en we gaan dan toch af en toe naar dat coaching van jezelf, hoe ervaar jij dat bij Redvic? Je zit daar zelf met spelers, hè, Banjou, denk ik, en Glenn Collier. Ik zal de naam noemen, hè, Timothy Wuits. Dat is een type speler die vaker dat gaat zeggen. Hoe ga je er zelf mee om als ze naar u komen zeggen? Sta jij er altijd voor open, of is dat... Ik luister altijd. Ik sta er altijd voor open. Maar die spelers hebben ook wel respect voor mij. En denk dat voor mij misschien gemakkelijker is dan andere coaches, omdat ik zelf ook wel op een niveau speel dat die zoiets hebben van oké, wat hem zegt zal wel kloppen, of die weet er wel iets van, wat hem zegt, houdt steek. Maar dat sommige coaches dan misschien moeilijker zouden hebben in die situatie. Maar ik luister wel altijd. En ik probeer ook zo wat te achterhalen. Wat voelen ze nu juist? Of soms zit er ook wel een enige frustratie van die speler achter. Dat ze ergens niet goed gebruikt worden of niet goed in hun vel zitten. En dan probeert je ook weer op die moment, hè, meestal gaat dat ook over een grijze zone, en probeert je die grijze zone weer weg te werken. Van, dat is eigenlijk niet hetgeen dat we willen. Ja, we willen dat zo en zo en zo. Ah, zo wilde dat eigenlijk. In dat geval, dan ben ik wel mee. En dat je er zo wat over babbelt. Ik kan nooit direct iets afblokken. Soms zijn er ook wel goede ideeën. En die kunnen we dan meepakken, want dat is iets dat ik binnenkort wil implementeren in de trainingen. En nu soms al doen, maar ik geef ze soms een moment van, nu time-out of staan punt achter of ik weet niet van wat. Je mocht als ploeg je first play bedenken, of je last second play, maar wel binnen onze regels en afspraken dat we hebben gemaakt. Dus dat is dan leuk voor die spelers, dan hebben die zelf van inspraak en die mogen altijd naar mij komen. En dan babbelen wij erover en dan probeer ik dat terug te clearen en alles in orde is. En ook vooral te achterhalen van wat gaat er eigenlijk in die hoofden om. Waar willen ze eigenlijk naartoe? Want spelers gaan dat meestal niet direct kunnen zeggen. En dan meestal, tot nu toe is er altijd wel goed gekomen en dan weet iedereen wel wat om te doen. Ik vind dat zeker een goede tip, Jonas. Ik doe dat zelf ook op training. Als we 5-5 spelen, soms leg ik het spel stil en we hebben bepaalde plays dat we lopen. Of sets lopen we. En dan zeg ik van, kijk, jullie gaan nu een optie zoeken, buiten onze set eigenlijk, hoe dat we dat gaan oplossen. Bijvoorbeeld zeg ik tegen hun van, zoek iets, hè, want we hebben moeilijkheden om die bal daar te krijgen, zoek iets hoe dat we dat kunnen oplossen. En soms merk ik gewoon dat dat voor hun heel moeilijk is. Dat zij zo vastgeroest zitten in, oké, ik moet naar boven komen. En dat ik gewoon zeg van, kom, het is heel makkelijk. Bijvoorbeeld, jij loopt naar daar en jij dribbelt ineens over. Dan zegt hij, dat is makkelijk. En nu merk ik, hoe meer ik dat toen als coach dat even toelaat om snel een optie te zoeken, dat zij er wel veel beter mee bezig zijn. En beginnen na te denken, ik kan dat doen, of we kunnen dat doen. Nee, dat klopt inderdaad. En je merkt bij spelers, en dat merk ik zelf ook, of als ik die zo wat die vrijheid geef in
in de opwarming in zowel 3-0 of 4-0 drills, hè, dat er weinig creativiteit komt. En dat dan meestal na de eerste optie direct toch een shot of iets gebeurt. Dan zeg je, ja, probeer eens wat verder te gaan. We hebben geen vaste setplay waar je tot het einde of zo kunt gaan. Maar we hebben wel bepaalde rules en triggers gezien dat je kunt doen. Dus probeer eens wat verder te gaan. En dat is moeilijk voor spelers om te zeggen, van wat kan ik eigenlijk allemaal doen? En dan merk ik voor mezelf ook van, oké, ja, misschien moet ik per speler wat meer gaan duiden van, dat zijn uw opties, want jij bent daar goed in. Als jij dat doet, dat en dat en dat zijn uw opties. En dat je zo wat creativiteit probeert te creëren en een onvoorspelbare offense creëert, waar dat iedereen mogelijkheden in heeft, maar iedereen andere mogelijkheden. Maar eens dat je zover ziet en dat ze die creativiteit er zelf in brengen, ja, dat duurt wel even. Want dan komt het nog eens het readen van de defense erbij. Hè? Waarom zou ik die bepaalde dingen doen? Dus ja, dat is boeiend. Maar je ziet wel die spelers vooruit gaan maken, zelfs op dat niveau. En ja, ik ben benieuwd waar dat ze komen, maar dat is wel leuk. Als ik een tip kan geven, het is eigenlijk geen tip van dingen, om die 3-0, de 4-0, wat intensiever en interessanter te maken. Bijvoorbeeld heb ik al 100 keer gezegd, ook in podcast, is dat ik ooit bij Royakkers geweest, die nu bij Bamberg zit. En daar was hij heel goed. Wat deden zij? Zij deden 4-0 en die penetreerde, die paste, die ging dan daarna voor een dunk. Maar wat deden die heel goed? Die vierde precies, die wonnen altijd een Champions League, zeg ik. Dus wat deden die? Die penetreerde, die paste, hup, en die speelde one more en die riepen dat ook. En dan ging die dunken, of die deden een driepunter en die vierde dat. Maar 2 seconden later waren die daar ook terug gefocust. Het is niet makkelijk om met elke ploeg te doen. Ik probeer dat in kont ook wat in te brengen. En ik merk dat ook wel dat dat helpt. En in het begin trekken die dat wel in het belachelijke. Maar aan de tijd, als die ook merken dat in de wedstrijd die one more's en de extra passes lukken, dan gaan die dat op training ook doen. Ik heb er juist nog training gehad met de juniors. En die deden dat soms automatisch van de pas ging. En de ene penetreerde nog en die ging dunken. En die werden allemaal gek. En ja. Eigenlijk is dat easy, want het is 1-0, dunkt die. Maar toch even dat hype zijn en dan terug gefocust worden. En dat helpt wel om die extra passes te gaan geven. Nee, dat is inderdaad leuk. En dat is een goede tip. Misschien kan je er wel meer op haveren. En ik weet bijvoorbeeld bij ons, als we dat doen bij Kangaroos, dan is al die ploegen tegenover elkaar. Hey, als wij dan bijvoorbeeld een goede offense met een goede flow hebben gehad, en ik weet niet waar wij finishen dat, dan zitten we al te trashen tegen die andere ploeg van, hey, did you see this? Amazing team en blah, blah, blah. En als die andere ploeg dan zo'n simpele offense of zo iets goed, amai, good flow of dan proberen wij die er zo terug wel op uit te dagen en te pakken. Dat je zo wat, ja, dat in het belachelijk of het karikatuur trekt. Maar eigenlijk is dat wel hetgeen dat je nodig hebt en dat is zo wat leuk voor die sfeer en je gaat wel naar die extra opties en zo. Dus ja, je kunt beter op die manier die dingen doen dan dat je ermee een gezicht tot op de grond staat, zoals je zegt. Maar dat is inderdaad ja, leuk, en dat is normaal denk ik, dat bij vele eerste klasploegen wel zo zou zijn. Ik weet niet, zijn al enkele gaan zien. Maar dat die allemaal wel zoiets hebben van, ja, als we deze niet gaan ophypen, dan gaan we nooit staan hebben op onze trainingen tijdens een dag. Maar dat is inderdaad leuk. Ja, het is dat wat je er straks zei, die hebben een hele dag gewerkt en dan wil ik dat die hun amuseren. En soms merk ik ook van, ook al is dat 4-0, dat kan plezant zijn, je kunt lachen. Bijvoorbeeld, mijn eerste training in Nijlen kon ik dat niet doen. Ik zei dat tegen die en die begonnen al te scheten en die bleven. Allee, kende dat. Ja. En ja, als je de Stefan Mario net in de ploeg, ja, die stond er al. Maar wel een tijd komt dat wel. En ik ben er echt een voorstander van dat je dat op elk niveau en ook bij jeugd moet toelaten, maar ook echt duidelijk maakt van, kijk, ik wil deze ook. Allee, want wij zeggen altijd op de bank, je moet je ploeg aanmoedigen. Hè? Je moet je ploeg aanmoedigen. Maar eigenlijk op een training moet je dat niet doen. Hè? Dus eigenlijk ja, op training ook. En op de bank ook, tijdens de wedstrijd, je moedigt je aan, maar je moet gefocust zijn. Jij moet daarna onmiddellijk erin kunnen. Ja. Dus dat zijn dingen die je ook moet trainen. Anders kun je niet trainen. En je kunt niet verwachten van je spelers van altijd rustig te zijn en dan op de bank gaan zitten en gewoon chanten voor die anderen. Dus. Nee, dat klopt. Sowieso. Nee, ik denk dat het inderdaad zoiets is. Hè. Ik bedoel, dat heel duidelijk is als coach dat je uitlegt aan je spelers, jeugd, zeker bij jeugd ook, waarom doe je dat? Waarom verwacht je dat? Wat levert het op voor ons als ploeg? Want inderdaad, soms zie je bij jeugd dat zijn supporters, amai, die zijn nogal arrogant.
Oké, dat kan ook nog aan het overkomen. Het is maar wat die coach als boodschap wilt geven. Hè. Wat willen wij? Waarom doen we dit? En inderdaad, ik vind dat dat heel versterkend kan werken. Dat is iets dat ik heel hard merk, bijvoorbeeld de voorbije jaren, dat is misschien nu al wat beter, maar dat, bij de Elite Academy, al die elite ploegen, die komen er allemaal aan in hun trainer. Maar dat is echt zo de brotherhood, dat staat op een t-shirt en dat willen die echt creëren. En je merkt dat ook op die bank, je probeert er met zoveel mogelijk man te zitten. Bij elk klein ding dat er gebeurt vanaf die U14, bij die U21 is dat moeilijker, want die zijn zo niet echt opgeleid, die zijn er pas later ingekomen, maar ook die hebben dat. Ja, alles wordt daar opgehaaid en uitvergroot en gedaan. En je moet je soms niet aan tegenhouden, want je mogen dat veld niet oplopen, bij wijze van spreken. En veel andere mensen, en die kijken dan en zeggen, goh, zo arrogant en dit en dat. En dat is zo'n beetje typisch België, want als je kijkt naar college of high school, en iedereen heeft dat daar. En dat is gewoon leuk en dat straalt een soort van zelfvertrouwen uit en dominantie. En je merkt ook de andere ploegen, die deinzen soms wat terug ervan. Maar ik vind dat moet kunnen en dat moet getraind worden. En dat is een cultuur dat je moet creëren. En ik wou dat even zeggen, want ja, vele mensen die kijken naar EA, van ja, die arroganten van EA, en hun trainer, en die zitten er allemaal wat graaf te doen, en weet ik wat. Maar eigenlijk zijn dat allemaal één voor één topkerels, okay, die soms wel wat sturing nodig hebben, maar die zijn helemaal niet arrogant. Die hebben gewoon funny wat ze doen, omdat ze niet op de bank zitten of op het veld staan. En dat vind ik belangrijk. En dat vind ik een van de dingen dat ze daar creëren, waar ik heel veel respect voor heb. Dat is in elk ding zo, hè, dat je eigenlijk in je werk, in, bij mijn zus bijvoorbeeld, in de fitness, een soort familie creëren. Hè, dat is belangrijk. En dat komt door uniformiteit en ja, de juiste mindset creëren. Dat is, dus ik snap je punt wel dat daar niet arrogantie is, volledig. En dat mensen, ja, in België zijn we er soms een beetje kortzichtig in, dat klopt. Nee, dat is een feit, dat is een feit. Jonas, even denken. Oké, jij bent nu speler. Ik denk dat we die vraag kunnen stellen. Hè? Dus volgende week gaan we terug de komende weken coaches hebben. Hè? Dit week was het door omstandigheden. Hè? Je noemt nu zelf tweede keus. Hè? Dat je vandaag moet zijn. Verde heb je zelf gezegd. Nee, het was een idee. Jij wist dat ook al. Hè? We hadden het al een paar weken geleden gevraagd, hè? Om eens een speler te hebben. Maar omdat we nu toch kijken vanuit een spelersstandpunt. Hè? Wij zoeken constant coaches die in de huddle willen komen. Ja, je kunt geen fout antwoord geven, want uw coach is er al in geweest. Maar welke drie coaches, of dat nu basket is of een ander sport, of bedrijfscoaching, maakt niet uit. Maar wie zou jij graag eens in de huddle aan het woord horen? Oh, dat is moeilijk. Maar ik zou graag Georgia wel eens aan het woord horen. Ook omdat dat de coach is van de nationale ploeg. En omdat je er veel van ziet. Van buitenaf, maar dat je eigenlijk niet goed weet hoe hij is en hoe hij denkt. Allee, of je kunt dat nu ondertussen wel al een beetje inschatten, omdat je er al veel tegen speelt. Maar ik zou die graag wel eens bezig horen. Dat is één. Twee, ik had vorige keer iets gezegd tegen u, dat ook wel interessant zou zijn, van iets vanuit dat standpunt te bekijken. Wat misschien ook interessant is misschien iets de hoogstaande spionkop van een of andere aan de een of andere ploeg laten komen, van wat vinden die belangrijk, of wat willen die zien op hun terrein, als hun spelers aan het spelen zijn, dat is misschien nog wel leuk, of van hoe organiseren die dingen, of hoe is dat ontstaan. Dus de hoofd van een spionkop of zo, of weet ik veel wat. Ah, zo, ja. Ik vind dat goed, ja. Dat is misschien nog wel leuk. Ja. En wat had ik nog? Ik had een derde puntje waar ik aan dacht. Misschien toch wel, want we spreken altijd dat het mentale is ook belangrijk, en het psychologische en dergelijke, maar ja, wat is dat juist? Of wat houdt dat juist in? Of wat kunnen we juist doen? Want ja, we hebben er allemaal niet voor gestudeerd. Of zijn er kleine, bepaalde dingen? Dus misschien ja, toch met een soort van sportpsycholoog of mental coach is samen zitten om te kijken van ja, wat zijn kleine tips en tricks dat wij kunnen doen om het onze spelers aangenamer te maken? Of ook voor onszelf, gewoon om rustiger te blijven of weet ik veel wat. Of misschien wat meer hype te zijn. Want we spreken altijd, ja, het mentale, dat is ook belangrijk en daar ben ik ook mee bezig. Maar met wat juist? Van, wat moeten we juist doen? Of, wat is juist het mentale? Dat is zo'n breed gegeven. Dus dat je daar misschien is, ja, wat is een korte lijst voor ons waar dat we iets mee kunnen doen voor de spelers. En ook dat de spelers misschien kan helpen. Hè? Ik weet niet, kan interessant zijn. Ja. Dus dat zijn drie andere invalshoeken. Want ja, coaches kunnen we er nog 1000 hebben, denk ik. En die gaan allemaal wel een interessante visie en manier van denken en zo hebben. In hun eigen stijl. Maar ik denk dat die twee andere invalshoeken ook wel eens is leuk zou zijn. En ik ben vooral benieuwd ook naar die supporters. Van, ja, wat willen die nu eigenlijk juist?
Dat is leuk om spelers als te weten, oké, okay, wij willen zien dat hij 30 punten maakt, of wij willen zien dat hij gewoon alles geven op het veld, en dan zijn wij content winnen of verliezen. En dan, ik denk dat supporters van Luik anders gaan zijn dan de supporters van Oostende bijvoorbeeld. Dus dat is, ja, dat zou ik misschien wel interessant vinden. Nee, ja, leuk. Heeft dat denk ik een... Allee, wacht, hè, hoe moet dat zeggen? Als speler, hè? Je kunt dat op elk niveau eigenlijk. Hoe voel jij dat aan als je na de wedstrijd in de in de cafetaria komt? Mogen we makkelijk maken, hè? Na een verliesmatch. Na een verliesmatch, iedereen coach. Dus jij komt in de in de cafetaria, in de VIP of ergens anders. Iedereen is coach. Hoe ga jij ermee om? Ja, dan probeer je alles af te blokken, is veel gezegd, want die mensen komen kijken naar u en je probeert die een luisterend oor te bieden en te horen wat die er aan denken. En die roddelen dan soms wel over spelers en coaches. En je gaat er niet mee, maar je luistert wel en je knikt van ja. En dan je probeert die een zeggenschap te laten doen en hierin daar rijden wij ervan spreken. Maar die moeten zich ook gehoord voelen. Maar ik weet bijvoorbeeld bij Brussel, dat was een hele vaste supportersgroep. En die waren eigenlijk winnen of verliezen, zolang dat je alles had gegeven op het veld. En dat die zagen van, ja, die werkt voor ons, want die vecht samen met ons. En dat is wat dat samenhorigheidsgevoel hadden. En je had bloed, zweet en tranen en alles was erop en eraan. Ja, dan zijn die nooit kwaad op u. Dan gaan die altijd beginnen zagen op een of andere buitenlander. Dat weer 20 shots heeft genomen en niks deed in defense en dergelijke. Maar die gaan nu nooit iets kwalijk nemen, omdat je nu wint of verliest. Dus dan is dat wel aangenaam. Maar ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen, ik heb soms ook posts gezien op Facebook en zo van Aalst. En dat is soms grappig als speler van een andere ploeg om te lezen. Maar daar zijn sommige supporters heel hard op hun spelers, terwijl die echt wel hun best gedaan hebben. En die hebben gewoon een match verloren uiteindelijk. Dus dat is zo ja, elke cultuur is zo wat anders. En dat vond ik heel leuk bij Brussel, zolang dat je alles gaf voor die ploeg. En dat je echt speelde met je hart. En die voelden ook, dan stonden die achter u, winnen of verliezen. Je had zelfs ene supporter dat zelfs meer begon te winnen met u na de wedstrijd. En dat je verloren werd, die was zo emotioneel. Dus dan is dat zelfs nog leuk en aangenaam om boven te komen. En dan kun je wel over de match babbelen en zo. Nee, dat is. Ja. Is dat iets wat jij doet, social media checken? Nee, eigenlijk valt dat goed mee. Alleen... maar wel, wij doen dat zo wel. Ja, zo van andere ploegen, of als we zo dingen zien, of zo... Ja, genante dingen, dan wordt er wel aan mee gelachen, hè, of reacties op... Maar oké, dat komt toch ooit eens terug bij u? Allee, ik bedoel, andere ploegen zullen dat ook wel doen. Krijg je dan nooit zoiets een bericht van zo'n print screen of zo over... Ah, die Jonas Spurs, die verdedigt weer al niet. Dat is een dikke tamzak of... ik weet niet, hè? Ja, alleen dan moet ik eens denken. Ik heb zelfs persoonlijk nog niet zo echt iets negatiefs gehad. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gezien, is dat we speelden een Europese match met Brussel. Ik denk dat tegen Groningen was. En heel die wedstrijd staan wij voor. We spelen echt goed. Mm. En we spelen een erbarmelijke laatste kwart. En we verliezen uiteindelijk nog. En dat er mensen van overal uit het niets nog nooit gezien of gehoord begonnen te reageren op die Facebook-post van Brussel. Dat we verloren waren van schandalig. Allemaal voor het geld. Jullie zijn omgekocht. Omdat die dan ja, zwaar hadden gegokt op die wedstrijd waarschijnlijk. Mm. En dat slecht gezien waren dat we waren verloren. En dat ze ook gewoon niet snapten dat we er eerst 20 voor staan. En dan uiteindelijk nog verliezen. Dus ja, zo van die posts en reacties lezen ze dan wel. En dan is dat wel grappig om te zien. Maar zelf ben ik het misschien nog niet tegengekomen. Dat zou wel al gebeurd zijn. Maar heb ik nog niet echt een negatieve reactie van mij gezien. Buiten, ja, ik heb zo'n een achterlijk WhatsApp-groepje met 30 vrienden in. Die soms wel een beetje veel praten over komen. Ah, dat is plezant, hè, Jonas. Dat vind ik dan ook leuk. Daar kan ik dan ook mee lachen. Ja, maar dat is soms moeilijk. Denk, allee... Bijvoorbeeld, ik heb dat is soms wel moeilijk hoor. Bijvoorbeeld, ja, mijn broer is scheidsrechter. Daar wordt veel meer over iets gezegd. En dan denk ik, ja, soms is dat moeilijk om niet te reageren. Je mocht dat ook nooit niet doen. Ik doe dat eigenlijk, ik denk dat ik het in mijn leven 2 keer heb gedaan. En dat is wanneer ze er grandioos over gaan. Dat ze dingen zeggen waar ik vind dat je gewoon over niemand niet zegt. Maar ik denk dat dat ook niet altijd makkelijk is. Zoals jij zegt, van, ik denk dat er vaak spelers zijn die bloed, zweet en tranen er elke dag voor gaan. Hey, kijk naar gisteren. Oké, okay, ik heb de match zelfs niet gezien, de Rode Duivels. Maar als je dat dan zo ziet... Oké, okay, die gaan er niet echt van wakker liggen. Maar dan denk ik van, oh, mannetjes. Waarom zijn wij altijd zo negatief? Altijd. Ja, dat is weer zoiets typisch ons, denk ik. Wij kunnen nooit zoiets, ondanks wat er ook is gebeurd, ja, achter ons ploeg blijven staan. Of nee, het is altijd van, ja, we hebben het toch gezegd. Of zie je wel dat ze slecht zijn. Ja, ja. Ik ken er niks aan. En dan 2 weken later speelt hij een betere match en je wint. En dan is hij weer de held.
Maar en ik snap zeker in het geval van het scheidsrechter, ja, je hebt er altijd een deel dat kwaad gaat zijn of teleurgesteld, want die ploeg is wel verloren. Dus je kunt er eigenlijk bijna nooit winnen als scheidsrechter. Dat is ook zo. Dat is heel moeilijk, denk ik. En de ervaring die ik heb meegemaakt, is in, ik ben naar Panathinaikos gaan zien. En bijvoorbeeld, wat ik daar heel leuk vond om te zien, was de supporters. Die konden zo kwaad worden als er iets slecht ging in offense. En dan zeiden ze, hey! En 5 seconden later worden die direct te klappen van, come on, hey, hup, hup. Ah. En ik vond dat zo, dat heb ik nog nooit niet gezien in België. Daar zitten wij 10 minuten al kennen. En dat heb gezien, dat ken dat toch niet. En die mannen, die roepen zoiets. En die wonen direct terug te supporteren. En ik denk dat mensen daar veel meer moeten doen. Achter hun ploeg staan in LA. Als het nu echt slecht is en zo dat je eigenlijk zegt dat er geen inzet is, dat is iets anders. Dan vind ik dat jij, bij wijze van spreken, zul ik staan daar het veld moet oplopen en gaan zeggen, boys, wij betalen hier heel veel geld. Jullie hebben tussen haakjes een luxe leven. Dan wel. Maar als je ziet dat die elke week hun best doen en ervoor gaan, moet je achter iedereen heeft. Ik heb ook eens een slechte dag op het werk, hè? Sowieso. Allee, meerdere soms. Dus. Ja, ik denk dat we inderdaad soms meer analisten en coaches hebben zitten die naar ons wedstrijd kijken dan echt supporters. Dus ja, supporters zeker welkom, analisten en coaches, ja, analyseren en coachen, hè. Maar ze blijven thuis. Maar ze mogen er ook zijn natuurlijk. Ja, het maakt het wel. Ja. Je moet dat kunnen doen, maar je moet dat wel kunnen, hoe moet ik dat zeggen? Daarna moet dat gedaan zijn. Je kunt sowieso zeggen en daarna moet jij ook terug supporter worden. En ik heb zo al heel veel... Op een manier ook. Ja. Sowieso. Dat is. Maar ik vind dat wel grappig. Hey, ik ben ook nog speler, hè. En als je dan bovenkomt na een verliesmatch... Iedereen heeft een mening, hè. Iedereen... Hè. Maar ik vind dat grappig dat supporters die ook minder van basket kennen, de match soms anders zien dan dat wij dat zien. En de ene zegt dat het daar aan lag, de andere zegt dat het daar aan lag. Dus zo zie je maar, iedereen is eigenlijk een beetje coach. Hè? En ik heb er allemaal geen probleem mee. En je luistert wel, gelijk dat Jonas zei. Hè? Je gaat daar niet te veel op in, want ja, je moet toch ergens wel de kerk in het midden houden. Maar ja, dat is wel leuk om te zien hoe dat mensen basketbalspelletjes zien. Iedereen heeft zijn eigen mening. En daarmee dat ik ook zeg, je mag van mij altijd een mening hebben. Maar zo gewoon dat het op respectvolle manier gebeurt. Dat is nog altijd het beste dat er is. Jonas, je bent hier als speler in de huddle. Wat is uw mooiste moment tot hiertoe op basketbalgebied? Ik denk toch de kampioenspeler in tweede klasse met Oxaco. Dat was zoveel. Dat was eigenlijk echt mooi getimed. Hè. Ik ben dan gestart met mijn dubbele licentie op derde klasse. Ik ben dan naar tweede klasse kunnen gaan met Cindy Klaas. Die zijn failliet gegaan. Dus dan eigenlijk, ik begon wat minuten te krijgen bij Brussel. Dus ik dacht, misschien een niveau lager kan ook. Ben ik hier eerst landelijk begonnen. En dan dacht ik van, weer een niveau hoger. Ja, dan naar derde klas. Maar ook mijn rol daar was anders. Dan was ik ineens de main guy. En niet meer de joker dat van de bank kwam. En zo naar derde klas gegroeid. En dan naar tweede klas. Wat eigenlijk mijn laatste jaar dubbele licentie dan was. Wat ook een heel druk jaar werd tegen het einde. Omdat ik echt wel serieuze minuten begon te krijgen bij Brussel. Dan nog dat Oxaco-gedeelte erbij. Ik zag het jaar ervoor dat Oostende kampioen was gespeeld met die jonge gasten Simon Buissen en zo. En dat heeft hij echt wel geholpen in hun eerste klasse carrière. Dus ik had zoiets van, ik zou graag nog een jaar tweede klasse doen, maar met een ploeg waarmee dan we kans hebben om iets of aan een prijs te pakken. We grijpen dan juist naast een beker in de halve finale tegen Gemotwikker met een punt of zoiets. Dus dat is dan al zuur en je wilt echt wel een prijs met die ploeg. En je zet bij Brussel ook serieuze stappen, want het is voor het mentaal ook allemaal superveel en fysiek. En ik ben ook iemand die dat geen enkel training skipt. Want de afspraak op voorhand met Oxaco was 2 trainingen is genoeg. Ja, mezelf kennen, ik was er dan toch die 3 trainingen. En bij Brussel miste ik ook niks. En dan zo bouwt dat op tegen het einde dat we in die play-off zitten met Oxaco en al de back-to-back wedstrijden met Brussel. Dus ik had soms 4-5 wedstrijden op 4-5 dagen in een weekend. Wat dat absurd veel was. Dus al dat zorgde ervoor dat die ontlading na die finale, dat je dat dan toch hebt gehaald. En dat je fysiek en mentaal eigenlijk echt zo kapot bent, dat voelde geweldig aan. Omdat je er echt keihard voor gewerkt en je hebt zoiets van, ik heb nu dat dubbele licentie hoofdstuk kunnen afsluiten. En ik had het gevoel van, nu ben ik echt klaar om professioneel op eerste klas mijn steentje te beginnen bijdragen. En dat was
Dat volgde elkaar zo mooi op. Dat was echt een uitdaging om te zien dat je er altijd stond. En dat je mentaal en fysiek fris waart. Alleen toch zoveel mogelijk. En dat het dan gelukt is uiteindelijk. Ja, dat gaf echt... Daarna ben ik ook wel een beetje in een zwart schat gevallen nadat dat gedaan was. Je mist dat ineens. Je hebt dat ook nooit echt kunnen vieren. Ja, 2 maanden daarna, als de competitie in eerste klas gedaan was, heb je dat misschien 1 keer nog eens goed gevierd. Maar dat is zo, ja, dat is heel raar. Maar dat voelde wel heel goed. En dat is echt zoiets waarvoor je hebt gewerkt. Je hebt die standaarden gelegd van in de zomer. En dat is dan gelukt. Dus dat is geweldig om dat ook met die groep te kunnen doen. Hè. Dus dat denk ik dat een van de mooiste momenten was. Sorry dat ik dat zo'n beetje uitgebreid heb verteld. Nee, maar dat is, ik denk dat een heel leuk... Allee, ja. Iedereen heeft zo'n leuke momenten. Hè. Voor mij, als coach, is het stijgen naar landelijke. Met Nijlen bijvoorbeeld, ik kan daar ook heel... Mijn doel als coach was bijvoorbeeld... de afspraak met de voorzitter, want je hebt altijd zo van die afspraken dat je toch moet maken. Altijd elk jaar beter doen, zei ze. Hè. En in dat derde jaar... Ja, mijn papa sterft en mijn ploeg heeft sindsdien, van de sterfte van mijn papa tot aan de play-offs eigenlijk, hebben wij 1 wedstrijd verloren. Dus voor mij heeft dat echt ook zo'n grote emotionele waarde, omdat mijn ploeg heeft echt alles voor mij gedaan. De dag dat wij tegen de play-offs winnen, ik ga dat nooit meer vergeten, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik zat te wenen, omdat voor mij was dat echt emotioneel zo zwaar. Ik wou dat hij erbij was, dat kon niet. Maar ik wist wat mijn ploeg ervoor gedaan heeft. Die deed dat voor mij. En ik heb die zotte dingen zien doen, dat ik dacht van, amai, dat heb ik gewoon nog nooit niet gedaan. Dus, dat is echt niet erg dat je zegt, oh, zo uitgebreid. Dat is voor sommige mensen er zo'n speciale ding. Ik weet niet, voor Gunnar zal dat ook wel zo zijn, hè. Om met mij de huddle mogen doen, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat echt een serieus ding is, hè. Een serieuze opgave is, hè. Nee, maar dat is, ja, we hebben allemaal zo'n momenten, hè, of ja, zaken waarop op kunt terugvallen, waar je sterkte uit haalt, hè, waaruit dat je kracht haalt eigenlijk. Hè. Dus nee, sowieso. Dus ja, dat is uw mooiste. En wat is de droom nog? Heb je nog als speler? Want ja, je bent nu midden de 20, eindelijk. Wat zijn uw dromen nog? Heb je nog bepaalde doelstellingen? Heb je al contact opgenomen met Antien ondertussen? Ja, dus mijn droom is in een heel warm land kunnen spelen met een Vespa en een klein appartementje en een oké loontje. Dus we zullen zien. Ja, ik sta er soms wel een beetje bij stil van wat zou er nog kunnen komen. Maar anderzijds ben ik ook iemand die heel hard in het moment probeert te leven en gewoon alles wat ik nu doe zo goed mogelijk probeert te doen. En wat dat komt, dat komt. En wat dat niet komt, ja, dat komt niet. En ik sta er zo iets minder bij stil. Maar ik ben wel curieus van wat zouden de volgende stappen kunnen zijn. Mm-hmm. En ik zou misschien ooit, als dat echt een verbetering is tegenover waar ik nu zit, misschien eens willen proberen van het buitenland. Ik zou ook wel eens in aanmerking willen komen voor die nationale ploeg, voor de Belgian Lions. Dat zijn allemaal dingen waar ik nog wel naartoe wil werken. Dat er zeker op staat. Maar voor de rest, ja, wat dat komt. Ik probeer echt zoveel mogelijk te genieten van waar ik nu zit en waar ik nu aan toe ben. En daar keihard in te werken. En dan zien we wel. En dat is gewoon leuk dat je heel dat proces, ja, dat je er zoveel mogelijk van genieten. De ene keer verliezen en dan krijg je zo onder je voeten en de andere keer winnen en iedereen is hyped. En ook dat hoort erbij. En zelfs van dat verliezen kan ik soms even hard genieten. Nee, dat is weer niet waar, maar daar kan ik ook van genieten als van dat winnen. Dus ja. dat is gewoon leuk. Dus ja, echt zware dromen. Zoals de NBA draft of zo, dat... Nee, dat niet. Okay. Ja, maar de mensen die je niet kennen, Jonas, je bent de kerel die er ook heel hard heeft voor gewerkt om te geraken waar je nu bent. Hè. Ik denk dat iedereen dat echt wel... Dat echt wel chapeau is. En dat jij ook wel een kerel bent die de voeten echt wel op de grond heeft. Je kunt misschien soms iets wat speciaal ten hoek komen of zo voor andere mensen die je niet kennen, maar... Voor iedereen, heel toegankelijke kerel om met te praten over niet sport, over sport. Ik denk, niks anders dan respect voor wat je doet. Hè? En ik denk dat tenminste dat zeker moet weten. Dank u. Mm. Nee, dat is waar. Ik wil wel nog één iets zeggen. Het is vooral over mics, hè, voor de kijkers. Omdat je liet het woordje hyped weer vallen, hè, Jonas. En ik wil nog even naar het begin van het gesprek. Waar dat Mike zei dat hij als coach minder hyped is als vroeger. Dat klopt.
Maar voor zij die willen weten waarom dat het woord hype level is uitgevonden, dan moet eens naar onze vijfde ploeg komen zien op de vrijdagavond als we op het veld staan. Hij staat nog niet op het veld en hij is al aan level 20. Dat is niet normaal. Ja. Ja, het was... Kijkers, het was even technische storing. Het was hier even te hyped. Nee. Waarom het woordje hyped? Ik wil toch nog even terugkomen, Jonas, omdat je het daarnet zei. En Mike was er in het begin al van het gesprek over bij dat hij als coach niet meer hyped is. En dat klopt wel. Maar het woordje hyped is uitgevonden voor mensen zoals Mike als ze als speler op het veld staan. Maar als je de vrijdagavond inkomtig naar de vijfde ploeg komt zien, dan is de Mike al op hype level 20 tijdens de opwarming. Dat is... Nee. Dat is wat Jonas ook er straks denk ik, in het gesprek wel zei, over we moeten blij zijn dat je mocht spelen en dat je hebt gewerkt. En dat is het probleem met mij. Ik ben heel vroeg moeten stoppen op mijn 20, 21, wegens enkele kruisbandblessures. En dat mis ik soms bij mijn spelers, het genieten van het spelen. En als ik zo terug op een veld kom, ik geniet daar echt van. En zoals ik vorige week zaterdag, denk ik, heb ik terug moeten spelen. En mijn zus was komen kijken. Mijn zus heeft ook al 6 jaar niet meer gespeeld. En die zei juist hetzelfde. Die zei, Mike, oh, ik wil ook zo terug op een veld staan. Ik wil terug eens basketten. En dat is zo. Als dat een grote liefde is, dan ik geniet daar echt. En dan ben ik echt al hyped. En ik probeer zoveel mogelijk te lachen, te zwanzen. En ervan te genieten om eens terug op een veld te staan. Want uiteindelijk, voor mij is dat de mooiste sport dat er is. Allee, dat ik zelf kan spelen. En ik mis dat wel. Ik mis het er staan. Eigenlijk zou ik nog geen coach moeten zijn. Dan zou ik er een jeugdcoach moeten zijn. En nu tot mijn 35 moeten spelen. Maar ja, er zijn andere... Allee, dat is niet zo. Hè. Nu bleef ik mijn tweede jeugd als 36-jarige in vierde provinciaal. En dan, de kijkers weten dat ook niet, maar jij koppelt nu nogal, of jij spiegelt nu heel hard aan Dennis Rodman, hè. Elke week ziet hij er ook mee een nieuwe haarkleur en zo, dus dat is echt wel, dat is echt wel leuk om naar te kijken, hè. Ja, deze, zoveel mogelijk volkjes komen kijken, hè, als we verder gaan. Als je eigenlijk echt iets wilt amuseren en ontspannen, moet je zeker eens gaan kijken. Ja. Ik moet aan iets denken. Hey. 2-3 weken geleden zei Jonas en ik komen zien naar uw match, naar de match van Mike. En de Mike heeft nog iets uitgevonden. Het woordje flopping is door hem uitgevonden. De laatste fase van de wedstrijd. Oh, dus ja, dat we daar geen beelden van hebben, maar dat is dan wel een mooie episode van de huddle kunnen. Ja, vorige week nog eens gedaan met 3 puntjes. Oh, maar eigenlijk is dat zo grappig. Als ik zo speel, hè, en bijvoorbeeld zo floppen, ik ben er zeker van, als een speler van de tegenpartij, dat ik direct tegen de rest zeg, floppen. Je doet dat allemaal zo zelf. Hè. Oh, en dat is zo plezant. Oh, eigenlijk, ook zo ruzie maken na een match, dat moet toch, je moet je toch gewoon kunnen amuseren. En dat ik eraf moet denken, oh, we hebben ons weer goed gelachen. Oh, sorry. Oké. Ik heb wel in de leefkamer een benen blijven staan. Oh, man. Hé, wel even verbijzigen. Dat was een dag, nee, de week nadat ik de marathon had gelopen. Ja. Dus de benen waren ook wel moeilijk, man. Het was zalig. Oh. Ja, sorry. Goed. Ja, Jonas. Denk, allez. Je kunt duizenden vragen stellen natuurlijk, hè? Maar we wilden gewoon eens weten hoe jij dat ervaart. Hè? Zit profspeler, wat je van coaches verwacht. Ik weet niet of jij nog iets als afsluiter wilt meegeven aan jonge spelers, aan jonge coaches, ter afsluiter. Heb jij nog iets? Ja, misschien aan spelers. Dat je, en die fout heb ik misschien ook gemaakt, dat je niet... Je kunt verwachten van een coach dat hij je perfect van binnen en van buiten kent en dat hij perfect weet hoe dat hij met je wil omgaan. En dat je elke soort van kritiek, hoe dat hij het ook geeft, op een of andere manier een beetje moet kunnen relativeren.
en dan proberen uit te halen van wat bedoelt hem nu juist eigenlijk of wat wil hem eigenlijk bereiken. En het niet altijd persoonlijk proberen te pakken. Dat is iets dat ik zelf ook moet leren en aan het leren ben. En voor die coaches, ja, het belangrijkste dat ik vind in een coach is dat hem iedereen gelijk behandelt. En dat die grijze zone zoveel mogelijk weg is, dat iedereen duidelijk zijn rol kent en weet wat er van hem verwacht wordt. En ik denk dat dat het meest belangrijke is dat je kunt hebben. En dan ja, de manier waarop dat je coacht of hoe dat je zegt, je kunt iemand ook niet veranderen. Maar het helpt als je spelers iets of wat kent of probeert te leren kennen. Dat kan over verschillende dingen gaan. En dan kun je al serieus wat stappen zetten, denk ik. Nee, top. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van een leuk gesprek. Hè? Tussen een andere invalshoek, hè, Mike. Ik denk dat dat wel leuk was. Ik weet niet, heb jij nog iets dat je wilt vragen? Of... Nog één ding dat ik wil delen, en daarom dat ik even naar beneden aan het kijken was. Voor alle coaches en spelers, 13 november is iedereen welkom om de derby Red Fleet Kontig om 8 uur. En ja. We hebben de wedstrijd... Ritvik heeft de wedstrijd speciaal op zaterdag gezet om daarna een feestje te doen. Dus voor iedereen, jullie zijn van harte welkom om alle huddelkijkers om naar de wedstrijd te kijken. Of achteraf nog een pintje te komen drinken of iets anders om Ritvik te steunen en een leuk gesprek met iedereen te hebben. Hè? Jonas, denk dat dat... Dat is een leuke shout-out, Mike. Dat we daar een basketfeest van kunnen maken. Sowieso. Wanneer is dat? 13 november. Ik heb match in Lommel die avond. Ja, ik ben ik ook wedstrijd heb. Ik weet het niet, maar gewoon toch. Ja, die. Kan iedereen naar daarin komen, hè? Dus dan. Ja. Oké, okay. Nee, top. Dat is goed dat je dat zegt, Mike. Extra reclame kan geen kwaad. Dus heel goed. Jonas, merci dat je tijd wil vrijmaken. Ik zou zeggen, veel succes de komende periode. En. Ja, ik zie u vanavond op restaurant terug, hè. Ja, het is een beetje vanavond. Nee, merci, guys. Beste kijkers. Tot volgende week en bedankt voor het kijken, hè. Dat zou leuk zijn, Jonas. Yo, ja, bye. Bedankt om te luisteren naar de Huddle. Op het einde van elke aflevering konden we de volgende coach aan. Maar deze week wilden we eens iets anders doen. We zouden graag van jou weten wie je graag in de huddle zou zien. Heb je een vriend, kennis of toch een persoonlijk voorbeeld als coach? Laat het ons gerust weten in de comments. En wie weet zit jouw favoriet volgende week in de huddle.